Dag, beste mensen van PlayStation Pure. Vroom, 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 vroom. Ja. Met een Dodge wagen. We zitten in een wagen in de eerste plaats, maar... De titel passeert net. Maar in de tweede plaats zitten we eigenlijk vooral in misschien wel de race game van het jaar. Toch voor de PlayStation-liefhebbers. Yes, lang verwacht. Destruction Derby. Nee, het is... Gran Turismo 5 van Polyphony Digital. Klets, daar liggen al de banden. Hopla, en nog even... Ja, dat is weer mooi begonnen. Voilà, ik ga even terug in mijn cockpit gaan, want dat is wel het coolste natuurlijk. Voilà, we zijn weg. Gran Turismo 5, 6 jaar lang hebben we erop moeten wachten, maar hij is er uiteindelijk. Ja, nog op de valreep voor 2010. Voilà, begin november was hij aangekondigd en dan een paar dagen ervoor werd hij uitgesteld en dan zat iedereen wellicht... Met zijn hoofd, zat iedereen zijn hoofd neer te buigen van schaamte en te denken, het is toch niet waar, zeker. Maar voilà, uiteindelijk is hij er toch. Ja, en de vraag die op iedereen zijn lippen brandt is natuurlijk, is het de moeite waard geweest? In grote mate kan ik zeggen dat dat wel zo is. Er zitten wel foutjes in waarvan dat ze eigenlijk hadden beloofd dat die er, of tekortkomingen, waarvan ze hadden gezegd dat die gingen in orde zijn. Dus dat de game volledig gepolijst ging zijn. En dat is jammer genoeg niet gebeurd. Dus het is... grotendeels gelukt. En dan maar... hebben we het over welke zaken? Goh, een paar grafische aspecten. Ik heb het nu over de regen bijvoorbeeld. Randanimatie, dus dan heb ik het over de bomen niet, dat valt nu nog mee. Maar verder zo in het decor, bijvoorbeeld als je in de bergen rijdt, dan zie je toch wel dat het echt een beetje goedkoper uitziet. Kartonnen decors. Ja, kartonnen decors. Dat is goed verwoord. Bedankt. Ik zocht naar het woord, maar ik kwam er niet op. Dat is wel spijtig natuurlijk, ja. Voor een game die zo lang in ontwikkeling is. En... Voilà. Die zo, hoe moet ik het zeggen, eigenlijk boft over zijn realistische kwaliteiten. Mm-hmm. Is dat dan, ja, dat valt natuurlijk wel des te vlugger op, hè. Inderdaad. Dat is spijtig wel. Gelukkig is er nog altijd de overvloed aan realisme op andere zaken. Hè. Voilà. Al het andere realisme zit er wel in, behalve, en dat is het andere minpunt, het ontbreken van een degelijk schademodel. Ja. Even achteruit kijken. Wat ook eigenlijk al... Jaren en jaren en nog eens jaren beloofd wordt. Ik heb het in de Eurogamer kick-off ook beloofd, dus ik ga het hier nog eens proberen te tonen. Ik ga ergens loeihard tegenknallen, ik bouw mijn snelheid op. Ik zit echt wel... 230, 40 mag je toch al een klein beetje schade verwachten. Oké, maar ik denk dat het gewoon een stevige wagen is. Jezus. Ja, oftewel is het schademodel gewoon niet heftig uitgewerkt, want ik zie echt weer al niks. Ik zal het nooit proberen hier verder nu. Ik zal eens me echt in een scherpe hoek draaien en ergens tegenvlammen. Oh, jezus. Achteruit. Snel, eerst zijn. Oei. Snowdart, die haal ik nog wel in de wacht, maar... Maar weer al bijna niks, hè. Je moet echt al ergens heel hard tegenaan knallen om echt iets van schaar te zien. Ja. En dan zijn het echt nog maar deukjes. Dus het is niet alsof je er deuren ziet uithangen of... Maar goed, gelukkig voor de autoliefhebbers... Of een motorkap dat in vuur en vlam schiet. Voor de autoliefhebbers is het natuurlijk wel... Is het weer het Walhalla. Voilà, het is het Walhalla, ja. Eigenlijk is het gewoon pure porno op vier wielen voor autoliefhebbers, want er zitten meer dan 1000 wagens in. Ja. Aanzienlijk veel, van bijna elk decennium, behalve die van de jaren 20, want met die bakken kun je niet echt racen. Maar vanaf de jaren 40 toch al wel. We hebben het in die Eurogamer kick-off ook getoond, een soort van, de koepelwagen, hè, van de Duitsers, van de nazi's, die zit er bijvoorbeeld in, dus... Ja, dik in orde. Er zit van alles in, heel veel. En natuurlijk, iedere wagen heeft zijn eigen rijgedrag. Ja. Kan getuned worden, getuned, dat is een groot woord natuurlijk. Uitgebouwd. Maar kan uitgebouwd, ingesteld worden. Voilà. Inderdaad. Natuurlijk, neolampen kan je niet onderaan je wagen hangen, maar voor de rest kan je wel alles aanpassen. Voor de rest is alles aan te passen en te verbeteren. Kleuren, je moet letten op de olie, die want die moet ook ververst worden in je wagen. Ah, shit. Je kunt je auto ook laten opboenen, maar dat is dan meer, denk ik, gewoon voor het visuele. Als je dan echt zegt van mijn wagen is vuil, ik wil die laten poetsen. Maar je kunt hem dus ook wel degelijk verlichten, dus onnodige onderdelen van het geraamte zoiets van de wagen kunnen verwijderd worden. Ja, de engine kan opgeschroefd worden, turbo kits kunnen eraan gebracht worden. Andere banden, want de banden verslijten ook naarmate welk terrein je oprijdt en welke soort banden je gebruikt. Dus bijvoorbeeld sneeuwbanden op zand zou ik niet gebruiken. Dat gaat het toch veel moeilijker maken voor jezelf natuurlijk en je banden gaan enorm verslijten. Hè. Ja. Ik zie ook dat er hulpmiddeltjes voorzien zijn voor de mensen. Ja, juist. Die blauwe lijn. Iets minder simulatiegericht zijn. Zoals ik dus blijkbaar. Inderdaad, die blauwe lijn die je nu hier voor mij ziet, dat is een soort van
ja, richtingsaanwijzer of een soort van hulpmiddeltje waarmee dat je dus weet, ah ja, oké, hier moet ik afremmen in die bocht. Dat is de ideale racelijn om te volgen. Inderdaad, zo kan ik het best al die bochten hier nemen en optimaal snelheid opdrijven. En dat is wel handig voor amateurs zoals jij. Eigenlijk voor iedereen, voor mensen die nog nooit een Gran Turismo gespeeld hebben en voor mensen dat al 6 jaar zijn te wachten. Voilà, die vergeten ze hoe het precies werkt. Dus ik zou zeggen, probeer het allemaal toch eerst met die blauwe lijn, want dat is wel nodig. Maar het helpt wel en je kunt ze dan die natuurlijk volledig uitzetten. Nu, daarnaast zit er eigenlijk ook een soort van arcade mode in. Spreekt voor zich denk ik, dat je met 2 ook kan racen en dat je gewoon allerlei parcours gewoon kan spelen op zich. Er zit een soort van Gran Turismo TV in om clips te delen met elkaar. Een course maker. Zij het wel in beperkte, beperkte mate. Sorry, even 2 woorden door elkaar aan het halen. Geen probleem. Dat is het al de racen, man. Die blauwe lijn. En daarnaast is denk ik, dit eigenlijk vooral de hoofdmode van de game. Naast het online spelen. Want online spelen is eigenlijk, weet je ook, gewoon de arcade mode. Ja, en hier zitten we nu in de carrière-mode. En hier kun je natuurlijk to the max gaan, om het zo te zeggen. Alles uitbouwen. In de OPM trouwens, heel belangrijk. De score staat er eigenlijk nog niet in, maar de game heeft daar wel, en dat zal in de volgende nummer staan, een 87 gekregen. En dat lijkt mij een zeer eerlijke score. Ja. Dat is denk ik zo accuraat als het zoals gemeld, een paar minpunten die er eigenlijk voor een game die zo lang in ontwikkeling is, niet mogen inzetten. Maar nope. De rest, ja, het blijft een topper. Hè, dus, voilà. Dus we gaan afsluiten. Ja, tot binnen 6 jaar voor een volgende Gran Turismo of zo. Voilà. Tot volgende week voor de laatste kick-off van dit jaar. Klopt. En wat dat gaat zijn, dat zien jullie dan. En we gaan met een coole slipper afsluiten. Ja! Yeah. Tot de volgende. First place. Tot de volgende.